Hey, hoi allemaal, welkom bij weer een nieuw Minecraft avontuur. Allereerst wil ik iedereen alvast een hele fijne zomervakantie wensen. Ja, als het goed is, is hij hier dit weekend ingegaan. En, er staat een skeleton. Oh! Horses! Oh my god. Zoals je ook kan zien is mijn webcam weer dat hij het niet doet, zeg maar. Heel vervelend. We zijn hier, ik heb hier een mini huisje, grootachtig, bam, ding gedaan, gemaakt. Om snel in te overnachten. En ik had hier nog 9 ijzer. En die kool, die wil ik ook mee. Alrighty. Moet ik hier nog even een kist of zo maken? Misschien moet ik hier even een kist maken. Maar goed, ik wou jullie dus even allemaal een fijne zomervakantie wensen. Ik zelf heb helemaal nog geen zomervakantie. Ik ga pas in september op vakantie. Ik moet de hele zomer doorwerken. En dat vind ik niet heel erg. Maar ik merk ook door het weer zo dat ik helemaal niet in de vakantie mood ben of zo, weet je? Ik weet niet hoe dat met jullie zit. Maar ik heb echt geen vakantiegevoel. Gewoon helemaal niet. Gewoon niet. Dan ook gewoon echt niet. Zo. En even wat spulletjes in die ik eigenlijk niet echt meer nodig heb. Ja, dat neem ik mee. Toodles, we gaan hier weg. Ik ga naar die horses. Wow, fuck. Het is overdag, vent. Waar ben je? Yes. Wat zijn het? Wat zijn het? Het is een donkey. Of is het een horse? Nee, het zijn donkeys. Oh, how cute. En hier zijn paarden. Wauw. Dit is leuk. Oh, ik moet echt een mob farm vinden. Hey, hallo horsies. Oh, super leuk. We zijn hier gewoon horsies. En koeien. Wow, ik heb eindelijk een keer goed land gevonden, jongens. Hier kan ik gewoon een vet mooi huis bouwen. Oh, dit is nice. Hier kan ik gewoon echt een heel goed, mooi groot huis bouwen. Ik heb hier alles in de buurt. Paarden, horsen. Horsies, echt alles. Chickens. Kijk, hier ook nog allemaal paarden. Er zitten hier vast ook wel grotten in de buurt. Zoals nu hier dus. Laten we hopen dat dit echt even de moeite waard is, jongens. Laten we het echt even hopen. Nee dus, het is niet de moeite waard. Oké, er ligt hier wel kool. Ik heb niet heel veel kool meer. Dus laat ik even wat meenemen. Maar vertel jongens, gaan jullie ook op vakantie? Waar ga je heen? Wat ga je doen? Ga je alleen maar YouTube kijken de hele vakantie? Of ga je juist lekker veel zwemmen? Of andere leuke dingen doen? Ga je met je ouders op vakantie? Laat me weten. Ik vind het leuk om te weten wat jullie gaan doen. Hey, hallo. Oh, kijk. Dat ging makkelijk. Maar kan ik hier wel heen. Alrighty, even markeren. Hier zo. Er zitten nog veel meer. Ik hoor ze gewoon. Oh god, oh god, oh god, oh god. Even hier zo. En hier. Kijk, kijk, kijk. Er zit gewoon nog één. Of het is gewoon niks. Hi, dit is simpel. Gelukkig had ik meerdere gemaakt. Hey, Chickie. Wat gezellig dat je er ook bent. Ga je meekijken of dit een beetje een leuke grot is met een mob farm waar ik zadels en zo kan vinden? Ik moet echt serieus een zadel, jongens. Dan kan ik gewoon paardrijden. Dan hoef ik ook niet alles te lopen. En ik moet touwen maken. En serieus, hier moet ik echt een huis gaan bouwen ook en zo. Ik denk dat ik een beetje teleurgesteld word als ik dit zo zie. Of nee, toch niet. Het valt me wel mee. Hij gaat wel diep. Fuck.
pijlen. Dat is nice. Ik wou dat kool even meenemen. Altijd goed om kool mee te nemen, hè? Zo. Oh, en jongens, als jullie deze video zien, heb ik eindelijk een keer weekend. Zo lekker. Ik heb echt al heel lang geen weekend gehad. Of echt weekend gehad. En ik ben ook straks mijn weekenden kwijt. Want ik moet straks elke zondag werken. Na de zomervakantie. En dat is verrot. Verrot, het is gewoon niet echt leuk. Maar oké, weet je, ik moet werken. Want anders kan ik mijn huis en zo niet betalen. Hè? Ik hoop dat jullie dat ook een beetje snappen. Maar ja, weet je, dan heb ik het niet voor het zeggen. Als ik moet werken, moet ik werken. En ik moet helaas altijd in het weekend werken. En ja, dan vind ik het wel vervelend eigenlijk dat ik in het weekend moet werken. Maar aan de andere kant, ik zie niks meer. We had niet al lijden. Oh, ik heb het hier ook al leeg geplunderd. Maar ja, dan heb ik gewoon geen zondag meer. Ik heb hem weer. Bam, bam, bam. Kijk dan hoeveel ijzer hier ligt. Dat is echt nice. Dat is lang geleden hoor, dat ik zoveel ijzer had gehad. Maar, goed, ik moet dus gewoon, als jullie deze video zien, eigenlijk de point van alles, is dat ik dan gewoon een weekendje vrij heb. Want het zwembad waar ik werk, we hebben schoonmaakweek. Dat betekent, schoonmaakweek, dus dat betekent dat we het hele zwembad moeten schoonmaken. En nou ja, ik heb ook nog ander werk, zoals jullie ook wel weten. Waar ik niet zomaar vrij kan nemen. Dat gaat even niet zo makkelijk, zeg maar. Dus ja, ik kan niet komen schoonmaken. Wat ik helemaal niet erg vind. Alhoewel, de schoonmaak weet ik altijd wel echt. Wow, wow. Vechten ze nou met elkaar? Zien jullie dat? Ze vechten met elkaar. Dit heb ik serieus nog nooit gezien. Hoeveel pijlen heb ik? 5. Ik weet niet wat daar zit. Ik durf ook niet zo goed verder. Oké, ik moet even wat eten snel. Voor mijn hartjes normaal. Oké. Ik wil daarheen, want daar is wat. Sowieso, daar is wat. Maar oké, misschien moet ik even. Wow, wat is dit voor grot, hé? Horen jullie dit? Ja, hier, ik moet hier ergens gaan graven, want hier achter of zo. Want er zit hier wel wat. Dat is sowieso duidelijk, er zit hier iets. Maar oké, ik ga eerst even naar boven kijken hoe het is. En misschien moet ik dan even iets van een huisje of zo gaan bouwen. Want ik heb vet veel van dit spul, van dit ijzer. En ik heb genoeg. Ik heb dit. Oh, ik heb ook rot vlees. Dat hoef ik niet hoor. Nog heel veel kool en zo. Ja, shit, dan ga ik dat rotte vlees weer meenemen. Oké, maar daar is dus wel iets. Ik moet straks gewoon daar gaan graven of zo. Ja, dat moet ik gewoon gaan doen. Oh shit, het is nacht. Dat is ook echt kut. Oh, kut, 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 kut. Not nice. Oké, misschien dat ik. Daar is water, dat zijn die koeien en zo. Daar heb ik het ook licht gemaakt en daar heb ik het licht. Misschien dat ik naar dat huis moet rennen, nu. Ik kan het proberen, maar dan moet ik even een pad van lichtjes maken dat ik hier weer heen ga. En als ik nu mensen tegenkom onderweg, nou ja, dan is dat zo. So be it. Not nice, dit. Hier. Weet ik zo leuk vind aan Minecraft, dat je gewoon dingen en zo moet verzamelen.
Fuck, het is gewoon fucking lava. Oh jongens, wat wordt dit een nacht. Wel goed voor mijn... Ja, ik moet echt hier maar blijven of zo. Ik weet het niet. Of ik ga terug die hol in. En ik ga gewoon graven. Maar ik wil eigenlijk even iets... Gewoon een huis maken of een kist of zo. Waar ik mijn zooi in kwijt kan. En nu kan ik geen kist maken. Ja, hier moet ik niet invallen. Ja, hier komt alweer een aan. Staat daar een Enderman. Er staat gewoon fucking een Enderman ook. Oh god. Oh man. Heb ik weer dit? Waarom bedenk ik dit ook nooit eerder? Ik had dat hout ook niet weg moeten doen. Nu moet ik gauw gaan hout kappen of zo. Iets. Dat ik zo iets kan maken. Een kist of zo. Zodat ik daarna weer naar binnen kan. Oké, ik heb hout. Hoeveel heb ik? Zoveel. Oké. Is die grot niet hier ergens? Ja, hierin. Oké. Ik schrik me dood, joh. Bam. Dood jij. Wegwezen. Oké. Zo. Een kist. Oké, die kist die zet ik hier neer. Zo. Doe ik dit in. Dat doe ik. Dat rotte vlees even in. Dit doe ik in. Dit doe ik in. Dat doe ik erin. Een ijzer doe ik er even in. Eitjes doe ik erin. Schep doe ik erin. En die heb ik misschien nog wel nodig. Die doe ik erin. Die heb ik nu even niet nodig. Ik moet denk ik ook even een oven gaan maken. Oké. Ik weet niet hoeveel ik ervan nodig heb, maar... Hier nog een beetje kool. Oké. Oh, laat ik ook wat kool erin doen. Dat is misschien ook wel heel handig. Even de helft of zo. Oké, een oven. Kan ik nu een oven maken? Nee, net te weinig. Ik had 8 stuks nodig. Dat wist ik ook wel. Dat ik 8 stuks nodig had. Even kijken. Oven. Oh shit. Logisch, Marianne. Waarom zet ik hem ook niet gewoon naast? Oh, ben ik ook zo'n Minecraft noob. Zo, oké, okay, dit is perfect. Perfect. Godsekaleren. En een fucking spin. Oh, jongens. Dit is echt niet te zuinig. Dit is echt niet te zuinig. Oké. Maar ik heb wel weer spullen. Oké. Wat heb ik eigenlijk voor armor nog? Oké. Die ijzer gaat nu in die oven. Oké, en ik moet maar gewoon gaan graven zo, denk ik. Om te kijken waar ik ben en wat ik kan doen. Oké. Ik heb overal pijlen. Ik moet even goed luisteren. Ik zit niet heel diep in de grot of zo. Hier, dat moet hier wel echt zitten. Hier zit in ieder geval cool. Ik hoor hier namelijk wel gewoon
iets. Weet je, ik hoor dat hier wat zit, maar ik moet op het geluid afgaan. Dat is in elk geval belangrijk dat je op het geluid afgaat. En nou ja, in elk geval ligt hier genoeg kool. Dus dat is altijd mooi meegenomen. Hoe meer kool, hoe beter. Kijk. Dezelfde gang. Wat een feest. Ik ben gewoon in dezelfde gang terechtgekomen. Of zal het dan toch gewoon niks zijn? Nou, ik moet hier toch een beetje blijven voor mijn eigen veiligheid, want ja. You never know. In elk geval ga ik al dit kool meenemen, want ik ben er nu al achter dat je dat echt zo nodig hebt, dat je het zo kwijt bent. Het is misschien een beetje een saaie video dit, jongens. Kool graven. En wat ik onderweg allemaal tegenkom. Maar goed, ik ben ook niet iemand die echt op de server speelt en echt grote dingen doet, zoals een Enzo Knol, weet ik veel, Minecraft mensen. Ik snap ook dat het veel leuker is om naar te kijken. Tenminste, ik zou het best wel snappen. Dit moet wel echt even dicht. Oké, omhoog. Kijken of het al licht is, of ik al naar buiten kan. Ik hoor een paard. Ja, het is licht. Het wordt licht. Beter. Alles weer mee. Behalve wat ik niet wil hebben. Die wil ik ook hebben. Oh, dat kool, dat gaat ook sowieso mee. Dat is fijn, jongens. Het is licht. Hey, koetje. Wow. Oké, jou zag ik niet aankomen. Sam, ook nog een creeper. Oh, god. Hou op, jongens. Vecht niet tegen mij. Ga weg. Ja, goed zo. Verbrand. Verbrand. Goed zo, thank you. Allemaal verbranden. Oh, die fucking creeper, wat heb je gedaan? Ik vind het zo leuk, hè? En dan zo snel mogelijk weg, en dan ontploft hij niet, en dan krijg je buskruid. Kijk. Bam. Oké. Okay. I like it here. Ik vind het echt een leuke plek hier. Maar we moeten even... Oh, die Enderman is er ook nog steeds. Nou ja, maar niet te veel op letten. We moeten even een plekje vinden waar ik mijn huis kan bouwen. Ik kan hier in elk geval een tuintje aanleggen, want hier is genoeg water. Hij gaat dood. Hartstikke dood. Weg jij. Zo, even die dingen opgehaald. Oké. Dus ik ga hier wel echt even een groot tof huis bouwen. Daar even heen lopen, want daar heb je allemaal... die Enderman. Je moet niet in zijn ogen kijken, zeggen ze. Hij komt wel achter mij aan. Dit vind ik niet grappig. Oké. Ik ga sowieso even kijken of ik hier wat hout kan sprokkelen bij elkaar. Oh, een wolf! Een wolf. Ik heb botten. Sorry. Sorry. Dat was niet de bedoeling. Ik wou je een bot geven. Wow. Aangevallen door een fucking wolf, jongens. God help. En toen was ik dood. En ben ik in dit huisje beland. Oh nee. Dan moet ik weer helemaal terug. Nou ja, dat is dan voor een volgende keer. Oh, jongens. En hoe kom ik daar ook gewoon? Ik heb ook helemaal niks meer nu. Wat dom! Oké, aangevallen bij een wolf. Dat is me nog niet eerder gebeurd.
Ik hoop dat jullie het leuk vonden. In elk geval heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie jullie heel snel weer. Fijne vakantie. Doei doei.